Agricultores como nosotros pensamos que es importantísimo el mantener los dones de la agricultura y de los productos que realizamos. Ik denk dat je als familie van een bedrijf iets overbrengt. En dat is die passie en het gevoel om gewoon te zorgen dat de missie die je hebt, dat die gewoon volbracht wordt. Je kunt dat soort dingen niet doen als je het zomaar gewoon je werk doet. Je moet daar gewoon echt hard voor hebben. Ik reis de hele wereld over en bij iedere opdrachtgever zie je dat ze dezelfde passie of liefde hebben voor de producten waar ze mee werken. En het is heel leuk dat wij met onze ervaring en kennis mogen meewerken aan een beter product. Het begint allemaal met een vraag van de klant. Dit moeten we verwoorden naar één groot project die van begin tot eind zorgt dat hij de kwaliteit krijgt die hij wenst. そう、日本の消費者、お客さんの要求っていうのは、どんどんどんどん変わっていく。中で、フィニスも常に進化している会社なんで。 Onze klanten voeden een markt die 24/7 doorgaat. Dus onze klant moet blijven produceren. Dat betekent dat wij heel snel moeten kunnen reageren. We moeten snel monteurs kunnen sturen, we moeten snel onderdelen kunnen leveren. Hierdoor kunnen we de klant leiden en helpen met een lijn optimaal te bedienen. Wij leveren niet alleen een project, wij willen echt een toegevoegde waarde voor het bedrijf zijn. Er staat meer achter Finis als alleen maar die machines. Er staat een service, er staat een dienstverlening, er staan mensen achter die gewoon willen bereiken dat hetgene wat wij doen een succes voor de klant gaat worden. Op die manier de ontwikkeling samen met de klant continu door te voeren, kun je ervoor zorgen dat je die nummer 1 in de markt wordt. Niet zozeer dat wij die nummer 1 worden, maar zodat de klant die nummer 1 wordt. まあ、結局日本人のお客さんが求める要求する品質を提供するために、ある残された選択肢がフィニスだったんじゃないかなというふうに考えています。 Mensen vertrouwen ons gewoon. Dat is leuk. Dat is echt samen bouwen aan die toekomst.